Wat de Nederlandse handbaldames het afgelopen weekend knap lukte, gaan nu ook de waterpolodames proberen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Tijdens het OKT dat in het nieuwe bad in Gouda wordt gehouden, moet Oranje de halve finales halen om zich te verzekeren van Rio. Het gaat allemaal vanavond beginnen daar in Gouda als Nederland Frankrijk als eerste tegenstander treft. En vooruitkijken, dat doen we met de beste waterpolooster die Nederland ooit gehad heeft, Danielle de Bruin. Want zo introduceer ik je graag. Ja, dankjewel. Van harte welkom. Mag je zeggen dat als je als vieze wereld- en vieze Europees kampioen, ja, je eigenlijk vrij makkelijk moet zien te plaatsen voor de Spelen? Nou, dat zou je denken, maar de top van het waterpolo ligt zo dicht bij elkaar dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is. Nee, ze spelen dus vanavond tegen Frankrijk. Ja. Daarna wacht Rusland, Italië, Duitsland en Nieuw-Zeeland. Zet die landen eens even allemaal achter elkaar. Ja, Frankrijk, dat moet zeker goed te doen zijn. Dat verwacht ik een ruime overwinning. Rusland hebben ze de afgelopen zomer nog goed van gewonnen op de WK. Maar het is ook wel een lastig team, hoor. Er zijn enkele speelsters terug van een aantal jaren geleden. Ja. Dus dat is zomaar niet een gelopen wedstrijd. En Italië is natuurlijk een waterpolo-grootmacht, hè? Ja, daar hebben ze de laatste wedstrijden veel van gewonnen op grote toernooien. Maar die mag je nooit... die Italianen zijn er altijd. Die staan er als ze er moeten staan. Dus dat worden ook de twee belangrijkste wedstrijden. Daarna Nieuw-Zeeland, lastige tegenstander, maar moeten doen zijn. En de laatste wedstrijd uit de pool moet ook gelukken. Ja. Ja. Nou ben jij, Danielle, al even waterpoloster af, maar je volgt het nog op de voet. Hè? Je bent ook scheidsrechter op het hoogste niveau tegenwoordig. Dit team, wie zijn naar jouw inschatting echt de drijvende krachten van dit Nederlands team? Ja, je hebt natuurlijk Jasmin Smit, was ook in 2008 erbij toen wij Olympisch kampioen werden. Toen was ze al aanvoerster, nou dat is ze nog steeds. Echt een topschutter ook. Ja, hè? Zeker. Zij pakt dat hele team bij elkaar, zowel in het water als daarbuiten ook. Dus zij is zeker een van de belangrijkste, of de belangrijkste speelster. Daarnaast hebben we een paar talentvolle speelsters, zoals Maud Megens. Ja, die speelt bij Donk. Ja, inderdaad. In Gouda. Ja, heb ik vroeger ook nog training gegeven, ook meegetraind. Maar ook een Sabrine van der Sloot heeft zich ontwikkeld tot topspeelster. En Nomi Stomphorst is heel belangrijk. Dat is de aanjaagster van het team. Het grappige is dat je allemaal namen noemt, behalve Jasmin Smit, die bij Donk spelen. Ja, nou, kijk, is dat dan nog even het chauvinisme dat we in jou op kruipt? Nou, ik vind ook gewoon stuk voor stuk goede speelsters. Ja. Kijk, daarnaast Lieke Klaas is ook een hele belangrijke speelster in de zin dat zij een goede schutter is. Maar daar hebben we er ook meer van. Maar een goede Lieke kan echt het botje breken. Dus zo heeft iedereen in dit team zijn eigen rol. En dat is denk ik ook belangrijk. De bondscoach van de Nederlandse waterpolo dames, dat is Arno Haminga, ook een voormalig speler van Donk overigens. Toen Nederland Olympisch kampioen werd in Peking in 2008, was hij de assistent van toen Robin van Galen. Maar nu is Haminga zelf de baas. Het is gewoon een charismatische vent. En ik denk dat hij gewoon heel goed weet hoe hij met ons om moet gaan. En het is gewoon heel fijn dat je ook gewoon het gevoel hebt dat jij alles tegen hem kan zeggen. En dat hij ook het gevoel heeft dat hij alles tegen ons kan zeggen. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is dat we zo'n sfeer in de groep hebben. Dan heb je ze 5 dagen in Zeist, onder je hoede. Dan groei je naar elkaar toe. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat er af en toe een sleur ontstaat, wat irritaties. Hoe ga je daarmee om? Je zegt 5 dagen, maar soms zijn het zelfs 6 dagen. Ja, dat is heel veel en je zit de hele dag op elkaars lip. En we hebben een best wel brede coachingstaf. Dus wat dat betreft proberen we daar ook wat afwisselingen te vinden. Dat ik niet elke keer degene met de tegenstander loop te schreeuwen. Heb je als idee dat ze je zat zijn? Nou, dat zou best kunnen, ja. Tuurlijk. Ja, hij is de coach, hij is de baas. Dus weet je, als we weer moeten gaan lopen sprinten en zo, dan denk ik wel eens, nou, kom op nou. Maar weet je, het is gewoon wel echt een toffe gast. En ik kan het heel goed met hem vinden, dus ik ben hem wel eens zat. Maar niet zo erg dat ik denk van, nou, nu kap ik hem mee. Hoe zou jij Haminga als coach omschrijven? Sabrina zei het ook al, heel charismatisch, heel erg ook op de mentaliteit, hè, en het teamproces. Maar tegelijkertijd is hij zich heel bewust van de details, technisch beheerst hij alles heel goed. Dus ja, best wel een compleet verhaal. Een coach waar je voor wil strijden, ja. Dat is altijd leuk. We gaan er gemakshalve maar even vanuit dat wel goed komt. Plaatsen bij de eerste vier bij dat Olympische kwalificatietoernooi en dus deelname aan de Olympische Spelen in Rio. Wat hebben wij daar dan uiteindelijk te halen? Want als ik aan de laatste 2 grote wedstrijden denk, de finale van het WK, de finale van het EK, daarin ging het wel steeds mis. Toen het echt moest gebeuren. Maar dat gebeurt in de sport. De verschillen zijn zo klein. Maar ook toen wij in 2008 Olympisch kampioen werden, hebben wij in de aanloop daarnaartoe van Amerika vaak verloren. Ook met grote cijfers, zelfs nog 2 weken voorafgaand aan de Olympische Spelen. Maar op de dag dat het moest, pakten we ze wel.
Dus ik denk dat Nederland zeker, als ze zich plaatsen, wel voor een medaille gaan. Ja. Maar dan zal het van zoveel dingen afhankelijk zijn dat je het niet van tevoren kunt voorspellen. 5-6 dagen trainen, met elkaar praten over hoe die prestaties te verbeteren. Uit de competitie genomen, die meiden. Dat hoefden jullie 8 jaar geleden niet, want jullie waren al vrij snel zeker van de Spelen. Is dat een goede zaak? Is dat misschien ook wel de sleutel naar succes? Het geeft heel veel ruimte om alle puntjes op de i te zetten. Als je competitieverplichtingen hebt, dan zijn er toch ook de clubs. Die willen niet lastig zijn, maar die willen dan ook wat op dat moment. Ja. En dit zorgt gewoon voor een stukje rust. Dat als je een mooie uitnodiging krijgt om in het buitenland te gaan spelen, of er zijn toernooien waar je heen kunt, daar gewoon makkelijk heen te kunnen gaan zonder dan de clubs te duperen. Ja. Dus het is een hele grote ingreep in de Nederlandse competitie. Maar ik denk... Daar is ook niet iedereen blij mee, hè? Nee, natuurlijk niet. En dat is ook logisch, want de clubs willen ook wat. Een club zoals GZC Donk, die mist gewoon 6 internationals. Ja, het hele tweede team is bijna naar het eerste team gegaan. En volgend jaar moeten ze waarschijnlijk weer terug. Nou, dat betekent heel veel. Maar dat doe je dus wel in het belang van het Nederlands team. Ja, overigens, Donk is natuurlijk nu wel gastheer met het nieuwe Balta in Gouda van dat OKT. Waarom is er eigenlijk daarvoor gekozen? Want ik weet niet beter dan het OKT vindt plaats in Italië de laatste jaren. Ja, ik weet ook niet hoe dat gegaan is. Het lijkt af en toe een beetje een politiek spel te zijn. Maar we zijn heel blij omdat nadat eerdere alle kwalificatietoernooien in Italië zijn geweest, we er nu eentje hebben kunnen binnenhalen. Hartstikke mooi. Je had het net al even over 2008. En we kunnen er niet omheen. Het was de 21 augustus 2008, dames en heren, toen deze mevrouw, Danielle de Bruin, in de finale zwom met het Nederlands waterpolo team tegen Amerika. Laten we nog maar even genieten van die prachtige beelden. Want Nederland pakt dus goud daar in Peking 8 jaar geleden door met 9-8 te winnen van Amerika. En Danielle de Bruin scoort er 7. Zit zoiets, Danielle, er dit jaar in Rio, denk jij gewoon weer in? Ja. Wat ik zeg, ze hebben natuurlijk finales gespeeld. Ze leren ook van die finales, want ze hadden nog niet heel veel finales gespeeld. Elke keer wordt het er één meer. Dus ik denk echt wel dat ze een goede kans maken. Ja. Ja. Ik zit intussen even naar die beelden te kijken en te bedenken. Je speelde daar ook nog met een pijnlijke kruisband, hè? Je was niet eens fit. Ja, nou ja, wel fit. Of is dat de mythe die je graag in stand wil houden? Nee hoor, helemaal niet. Nee, je kunt in het water zonder kruisband best spelen. Dat ik een alternatief trainingsprogramma heb moeten draaien om fit te worden, dat is wel een ander verhaal, maar ik was daar fit. Ja. Met alle dank aan de staf toen. Ja, je was daar fit, je was daar bovendien de allerbeste. De vraag is er anno nu een nieuwe Danielle de Bruin? Ik denk dat we nu een hele andere groep hebben. Ik denk dat in de groep in 2008 een veel duidelijkere rolverdeling was binnen het team. En ik denk dat nu bij ons iedereen de nieuwe Danielle de Bruin kan zijn. En ik denk ook dat dat onze kracht is. Dat we het gewoon echt allemaal kunnen en allemaal samen doen. Dus ik denk niet dat wij in de Olympische finale een Danielle de Bruin gaan krijgen. We hebben in de studio Danielle de Bruin. Van de week kwam Van der Sar terug. Heb je erover nagedacht? Nee, niet over nagedacht. Waarom niet? Nou, dat is volgens mij al een tijdje gestopt. Ja, zelf ook niet overwogen. Je bent 37 nu. Ik ben inderdaad nu net 38 geworden. Maar 6 uur per dag fysiek bezig zijn, dat moet je wel een heel uitzonderlijk sportlichaam ook hebben. Gillian van den Berg deed het in 2008, daar heb ik heel veel respect voor. Maar dat is aan mij niet besteed. Wat doe je nu? Ik speel nog op een iets lager niveau, waterpolo. Ik ben scheidsrechter, ik ben met de jeugd bezig en ik vermaak me en ik werk. En je bent gewoon een baan ook? Ja, ik werk gewoon bij de fulltime. Want dus, een gouden medaille op de Olympische Spelen is voor een waterpolo-dame niet een situatie dat je financieel onafhankelijk wordt, hè? Nee, natuurlijk niet. Belangen na niet. Ik heb wel mooie aanbiedingen gehad, maar daar heb ik van afgezien. Ja. Afgelopen zomer waren we ook even bij te gast en toen zeiden we tegen haar, pak nog eens een bal. En laat ons even zien wat je kan. Wel nu, dit was het eindresultaat. Laat maar zien. Hier, dit is Danielle de Bruin. Boom! En de camera van TV West ging onder water. Danielle, de rekening krijg je nog. Algemene gevoel. De komende week, iedere dag, de komende midweek, een wedstrijd van het Nederlands team in Gouda. Waar denk je dat we na het komend weekeinde staan? Ja, met een ticket voor Rio in onze handen. Ja, oké, maar dat is de eerste 4. Dus. Ja. Ja, maar daarnaast hoef je er niet veel van te zeggen. Want al die ploegen die focussen zich op dat ticket. Dus verder heeft dit toernooi geen enkele waarde. Nou, maakt het niet uit of je eerste, tweede of derde of vierde wordt? Nee. Helemaal nee. Niet. Dus niet met het oog op de loting in Brazilië straks?
Nee, nou ja, voor zover ik ben ingelicht niet. Okay. Eerste vier is het gewoon en daarna is het eigenlijk, ja, dat klinkt een beetje stom, maar halve finale en finale zijn wel finales. Maar ze gaan nergens meer over. Eigenlijk niet, nee. Maar jij bent wel overtuigd dat het gaat gebeuren? Ja, zeker weten. Oké, okay. Nou, wij gaan dat dan met jou mee hopen. Ga je nog kijken de komende dagen? Ja, natuurlijk. Ja, zeker weten. Oké, okay, dankjewel voor je komst naar de studio. Danielle de Bruin.